Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Ik ben Giant. Ik ben 22 jaar en ik kom uit Arnhem. Naast het battelen sowieso actief als rapper, ook als DJ. Daarnaast hebben we ook pas geleden een bar overgenomen in Arnhem. Shorts Bar No Limits. Ja, vooral in het nachtleven bezig. Ik aas op 2 tot 3 clips. Zomertunes, wat dingen die ik in de club kan doen. Ja, maar dat is vooral waar ik me op focus. Ja, ik ben al wel 2 keer benaderd. Alleen waren niet echt denderende labels. Die wilden mijn muziek releasen, zeg maar, voor mij. Alleen, tot nu toe hebben we alles zelf gedaan en ik denk dat dat gewoon prima zo door kan. Tot nu toe is POB een leuke rit geweest voor mij. Ik heb veel gelachen. Ik heb veel mogen ervaren. Het heeft ook wel wat deuren over me opengemaakt. En tot nu toe positief, man, denk ik. Op straat ook, gewoon positief. Meestal van, ja, ik heb je battle gezien. Was hard. Ik heb gelachen, zulke dingen. Af en toe, mensen maken foto met mij en zo. Weet je, dan, ja, is wel grappig. Tot nu toe denk tegen Cooper. Want dat was echt een battle, dat kwam echt van 2 kanten. Was ook de eerste keer dat ik echt tegenstand kreeg, denk ik. Dus ja, man, denk tegen Cooper. Ja, het is gewoon een smaakverschil, denk ik. Je kan zijn humor grappig vinden of die van mij. Uiteindelijk, ja, is de battle beslist met 0,01 dan. Dus ja, in mijn ogen is het een soort van gelijkspel. Ik hoop ook dat het in zijn ogen zo is. Voor de rest, ja, Ramsey is technisch. Hij heeft bars. Alleen, hij mist de stage presence. Dus hij moet leren communiceren met het publiek. Dat is denk ik Ramsey tegen Mitch. Dat is dan toch wel de battle waarin hij het meest heeft kunnen communiceren met het publiek. En ik hoop dat hij minimaal zo hard komt als in die battle tegen mij. Ja, zo'n beetje hoe ik al mijn battles wel benader. Een paar losse dagen schrijf gewoon. Wanneer je gewoon even die grappige feeling hebt, gewoon een paar leuke dingen opschrijven. En dan check ik meestal 1 week van tevoren van wat is wat. En ja, dan gewoon stampen en podium op, man. Sowieso Toontje tegen Stef. Dat is dan nummer 1 tegen nummer 16 bij wijze van spreken. En ja, dat is een battle die gewoon met grote verrassing kan uitpakken. En verder Keus tegen Noozy heb ik zin in. Dat wordt wel een grappige match. En Vito tegen Mitch ook. Want daar zit weer heel veel energie in. Grootste kanshebbers. Keus, Waldo. Als hij hard blijft komen. Ja, in principe. Er zijn meerdere namen, man, die kans maken. Stef ook sowieso natuurlijk niet vergeten. Ja, wie weet. Wie weet pak ik hem wel. Ja, ik wil even zeggen tegen alle MC's die meedoen aan de laatste 16. Bereid jullie goed voor. Ik wil hard lachen. Ik wil geen chokes. Stel mij niet teleur. En ook Ramsey, als je mij teleurstelt, dan wacht ik je op na de battle. Zondag 25 juni. Punch Out Battles 8e finales. Plan C Rotterdam. Giant tegen Ramsey. Nog 7 hele andere dope battles. Dat kan je niet missen. Haal je kaartjes op punchoutbattles.nl en check je dan.